Testblok. Bah. Focus. Waar ben je? Het moeilijkste aan studeren, dat is je focus houden. Maar dankzij mijn tips ga je daar nooit meer last van hebben. Ten eerste, zet je gsm op maan of nachtmodus, of hoe dat je het ook noemt, en leg hem weg dat je te veel moeite moet doen om hem even te checken. Hetzelfde met je computer, zet hem gewoon niet aan dat het te veel moeite is om hem te pakken, aan te zetten, de lader te gaan zoeken, tralala, tralala. Dan studeer op een comfortabele plaats waar je goed voelt, waar je lang kunt blijven zitten, dat geen pijn doet of zo. Allee ja, als ik te lang op een stoel zit, dan begint dat pijn te doen en wil ik weg van de stoel. Dus ik studeer in mijn bed. Als ik afgeleid word, dan begin ik te praten tegen mezelf en dan maak ik eigenlijk een conversatie met de engel, de goeie, die zegt: nee, Wies, denk daar niet over, nu studeren. En de andere die zegt: joh, het is toch allemaal veel leuker dan dat we zitten eigenlijk te doen en zo. En dan de engel terug studeren. En dus ja, dus de engel die had mij eigenlijk gefocust. Zoek ook zo'n engel. Zet ook doelen. Op het einde van de dag moet je zoveel pagina's gedaan hebben. Tegen de middag zoveel pagina's. Dat had u gefocust, dat had u strijdvaardig. Dan moet uw engel ook boos worden als je doel niet haalt. Mm-hmm. En als je voelt dat je te lang afgeleid bent, dan is het tijd voor een pauze. Niks aan te doen. Hè. Je kunt niet eeuwig gefocust blijven. Hè. Als je nog tips hebt om gefocust te blijven, laat ze weten in de reacties beneden. Geef deze video een leukert. Abonneer op mij. Dan zie ik jullie... volgende week weer.